Brussel, de Geer? Nou ja, ja, het kan bijna niet anders. Kan, maar het moet haast wel, hè? Moet, ja, ik weet niet zeker, maar ik denk dat het wel zo is. Maar Jonkheer de Geer die houdt heel erg van mensen die op tijd zijn, dus wij zijn te vroeg. Komt goed uit. Middag, ja. Je moet even een paar minuutjes wachten. Wat wil je drinken? Vind je het lekker? Gewoon... Alsjeblieft, zoiets? Ja, ik zou er zelf nooit verkiezen, maar voor deze erbij. Keer... Geweldig, zeg. Kom op, lekker. En we hebben nog even wat tijd en dan kunnen jullie even gaan kijken naar... Jelle van Rossum is 10 jaar oud en weet alles van vogels. Vogels. Van alles van vogels. Jelle, voor jou de camera. Hallo, ik ben Jelle. Ik ben 10 jaar. Ik woon in Nieuwegein met mijn ouders, mijn broertje en mijn zusje. En wat heb je in je handen, Jelle? Bordjes. Oh. Opgeplakt op zwart papier. Deze tweede ga je hier, dat zijn allemaal ribben. Van muizen? En dit zijn volgens mij sleutelbenen. Ja, dat is van muizen. Die. En dit zijn allemaal kaken. Ja hoor, van muizen. Dit zijn dan onderkaken. Ja, we gaan bordjes opgraven. We gaan naar het park hier in de buurt. Ach. En daar gaan we naar nesten kijken. En bij die nesten vertel ik ook nog wat. Dat is leuk. En hier is een kameerkoek. Mm-hmm. Aan de andere kant van het pad zit een eend met kleintjes. Oh. Het zijn jonkies van een wilde eend. Hoezo wild? Omdat je ze bij de moeder ziet. Oh. Dus ze lijken ook heel erg op de moeder. Een wilde moeder dus. Wat hoor je? Ik hoor de hele tijd al een tjuf-tjaf. En wat zie je? Een Vlaamse gaai. Waar? Oh, daar. Maar hoe zie je dat dan? Op zijn vleugels zit een klein blauw streepje. Met een beetje soort paars daarboven. En verder is die helemaal beige. Oh ja, echt Vlaams. En waar gaan we heen? Ik hoor nu weer een tjiftjaf. Nee hè, weer een tjiftjaf. Tjiftjaf, tjiftjaf, tjiftjaf. Hij roept zijn eigen naam. En dit eet hij? Deze rups, die wordt ook door vogels gegeten. En wat is dat dan? Dat zwarte? Een poepie. Oh, lekker. Dat is toch een nest? Het is heel groot. Aha. En toen ik het nest voor het eerst zag, zaten de zwanen erop. En nu is het leeg. Een zwaan broedt zo'n 6 tot 7 weken. En deze zwaan die hier zat, had 3 jonkies. Hier in de buurt zit ook een grote plas. Ik denk dat ze daar zitten. Ja, dankjewel Jelle. Was prachtig. We zoeken er trouwens nog veel meer van dat soort jonge natuurforsers. En Gerard, jij zei iets heel moois over kennisoverdracht. Want deze jongen brengt ook wel een beetje kennis over. Nou ja, dat klopt. Ik heb zelf meegemaakt, als je een klein beetje weet, dan denken de mensen dat je alles weet. Ja. Nou, en daarom ga je het in boeken zoeken, net zolang tot je het gevonden Je moet wel weten. Want je wilt aan dat beeld voldoen. Ik heb hier een hele mooie... Je bent expert voor je het weet. Dit is waar. Ik heb een hele mooie plek voor jou waar je van zult smullen. Zo. Hier woont de jonkheer, maar dat weet jij beter dan ik. En die heeft een hele mooie tuin. Met hele mooie oude bomen. Ja, maar dat mag je en we niet zijn doen, nu... Ja, wel, eigenlijk... We zijn nu op tijd, ik heb de afspraak. Oké. Bas Westerwil. Lodewijk de Geer. Gerard Trouw. Lodewijk de Geer. We zijn een wandeling aan het maken door het gebied. En we komen hier op oeroude grond, begrijp ik. Ja. Hoe oud is het hier? Nou, ongeveer 1100 werd hier een gevechtstoren gebouwd door de bisschop van Utrecht tegen de heren van Holland. Om de overslag van de Vaartse Rijn, die gegraven werd omdat de Rijn afgedamd was, bereikt bij Duursteden. Ja. Van Utrecht naar de Hollandse IJssel en daar werd goederen overgeslagen en daar moest tol betaald worden. Dat was belangrijk. En dan moet het bewaakt worden. Hè? Nou. Oh, en ter bewaking daarvan is het gebouwd. Ja. Dat is in familiebezit. Dat is, dat is sinds die tijd. Ja, 150 jaar geleden. Kunnen we even een stukje erheen lopen? Ja. Kan dat? Ja? Hoe groot is het terrein rondom het huis? 9 hectare. 9 hectare. Heeft u er ooit gewoond? Nee. Mijn ouders hebben er gewoond in 1932. Er was geen water, geen elektriciteit, niks.
Het water moet gehaald worden uit de pomp en die hebben bedreven worden. En toen is mijn vader burgemeester geworden. En in de oorlog heeft hij dat deel van het bouwhuis verbouwd, dat huis. Omdat hij wist dat hij weg moest voor de Duitsers op een gegeven moment. Ja. En toen is hij daar gaan wonen. Dus daar heb ik gewoond. En ik heb daar boven wel een kamer gehad. Welke kamer had u? Dat je lastig wordt. Linksboven. Daar links helemaal bovenin woonde u? Ja. En helemaal alleen, hè? Neem alleen, ja, alleen. En de ouders wonen dan daar? Ja. En u zat bovenin linksboven? Ja. Oh, geweldig. Ja. Heerlijk. Ja, natuurlijk. Geweldig. Mensen zijn leuk. En gesprekken zijn leuk. En verhalen. Maar bomen? Ja. Jij bent net een klein kind in een snoepwinkel nu, hè? Toch? Ja, ik weet, want je hebt straks hier even, toen jullie nog niet waren, rondgelopen. En er staan oude taxodiums iets meer die kant uit. En eigenlijk vind ik dat het meest bijzonder. Volgens mij zijn het de oudste. Maar ik denk dat de andere boom het oudste is. Dat is deze boom. Die jij, dat is de oudste boom. De achter? Zo. De achter. Dat noem heel breed. Dat noemen wij de Wodan-eik. De Wodan-eik? Ja, daar werd je vroeger aan opgehangen. En, Hoezo opgehangen? Nou, als je daar stout was geweest. Dan, maar niet hier toch? Ging de heer, of de bisschop, die zei dat je de doodstraf kreeg. En dan hingen ze je op aan zo'n mooie tak van die eiken. Dat was tegelijkertijd een rechte plaats. Een rechte plaats, daaronder werd gesproken. Ja. Als je daar gaat graven, vind je misschien hier daar een schedeltje. Stukjes, misschien wel voorvaders van je die daar nog liggen. Wie zal dat zeggen? Waarom nou weer per se mijn voorvaderen? Ja. Misschien wel Gerards voorvaderen die hier bomen kwamen stelen of zo. Ja, altijd mensen die een grote mond hebben, die worden altijd eerst voor. Dat is het probleem. Dank u.